Het is de taak van de Europese investeringsbank, EIB, om landen die in een crisis verkeren te ondersteunen. Dit zegt de vicepresident van de EIB, Pim van Ballekom. Hij sprak vandaag op een persconferentie in verband met het bezoek van een delegatie van de bank onder zijn leiding. Van Ballekom is verantwoordelijk voor de kredietverleningen in het Caribisch gebied. Hoog op de agenda van deze delegatie zijn nieuwe financieringsmogelijkheden voor Suriname. De EIB-vicepresident wees erop dat het de taak en een voordeel van de bank is om nu hier te zijn. De bank biedt namelijk onder andere een langere looptijd voor leningen. Dus niet alleen de prijs is bijna onbelangrijk tegenwoordig. De looptijd van een lening is veel belangrijker. De technische expertise is belangrijk. Het is belangrijk dat een publieke bank makkelijker blending facilities kan arrangeren met publieke instellingen. De Europese Commissie zal niet snel geld geven aan de ABN AMRO Bank om een subsidie aan een lening te geven. Maar we zijn er ook als het economisch tegen zit. Juist dan zijn we. Dat is ook de reden waarom onze aandeelhouders hebben gevraagd toen de economische crisis uitbrak, van kunt u uw volume niet verhogen? Een normale commerciële bank zou bij een economische crisis zeggen van oké, we doen een stapje terug. Ja, maar dat is hier hetzelfde. Dus de vraag van meneer was van waarom komt u juist nu hier, nu het economisch wat minder gaat? Nee, dat is juist de reden waarom we misschien meer toegevoegde waarde kunnen hebben dan wanneer de bomen tot in de hemel groeien. Van Ballekom brengt voor het eerst een bezoek aan Suriname, vergezeld van investeringsofficiers en adviseurs. Dit bezoek is tot stand gebracht door de delegatie van de Europese Unie in Georgetown en de ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden, Ernst Norman. Volgens Norman is het juist in deze tijd van economisch zwaar weer heel goed dat de EIB mogelijkheden onderzoekt voor versterking van de private sector in Suriname. De EIB-delegatie heeft de afgelopen dagen bezoeken gebracht aan de overheid, private investeerders en projectontwikkelaars. Het doel van deze bezoeken is kredieten te verstrekken voor Surinaamse projecten. De Europese Investeringsbank is met een omzet van 77,5 miljard euro in 2015 de grootste multilaterale bank ter wereld. De bank heeft in Suriname totaal 13 miljoen euro verstrekt aan projecten in de energie- en landbouwsectoren en aan kleine ondernemingen. We hebben een project besproken met Staatsolie vandaag. We hebben mogelijkheden afgetast om kredietverlening op te leiden via de Nationale Ontwikkelingsbank, die ook een hervormingsproces heeft doorgemaakt. Er zijn heel wat mogelijkheden. Maar ja, we moeten bescheiden beginnen. Ik ben al heel blij als ik voor het eind van het volgend jaar drie operaties in Suriname hebben lopen. Dan is deze missie niet alleen geslaagd, maar meer dan geslaagd. Aldus Pim van Ballekom, vicepresident van de EIB. Aangegeven werd dat Suriname op dit moment overspoeld wordt door banken die het land willen ondersteunen. Zoals de Wereldbank, de Islamic Development Bank, de Caribbean Development Bank en nu de Europese Investeringsbank. Van Ballekom zei hierop dat niet uit het oog verloren moet worden dat zij geen commerciële bank zijn en dus niet worden afgerekend op de omzet en de winst die zij zouden maken. Wij zijn er om een laatste zet te geven wanneer een investeringsproject niet van de grond komt. Aldus de vicepresident van de EIB, die momenteel aan het hoofd van een delegatie op bezoek is in ons land.